Hallo, leuk dat je kijkt naar deze shoplog. Ik heb pas mijn hele kast uitgeruimd en ik vond het tijd voor een hoop nieuws. Dus vandaar even deze aparte video. En laten we even beginnen. Het eerste item dat ik heb gekocht is van Scotch & Soda. Dat is een zwarte pantalon. En die heeft een heel erg leuk bewerkt randje met groen en een beetje, ja... Het is niet echt beige, het is niet echt crème, het is niet echt wit. En... Dat is wel krop, hij is wat netter, maar ook wel dagelijks. Dan heb ik nog een broek. Dat is deze skinny broek van Benetton. Die heeft destroyed en scheuren. En van onder is die ook gerafeld. En gewoon een makkelijke broek om erbij te hebben. Spijkerbroeken heb je volgens mij nooit genoeg. Het volgende item is deze top van Nikki. En die heeft van die lange banden en die doe je er dan omheen knopen. Een beetje lastig te laten zien zo. Het is een heel mooi stofje. Dus deze vond ik echt wel heel erg leuk weer voor van de zomer. Ja, het gaat een beetje zo. Dus het is een heel, heel fijn stofje zo. Dan nog een wat warmer item. Dat is deze trui van Whistlers. En... Die heeft dit erop gebreid. En hij heeft aan de zijkant ook splitjes. Dus dat vind ik of leuk om gewoon zo te dragen. Of met een high waist, dan gaat het in en zie je die splitjes niet. Het is een heel erg fijn gebreid stofje. Het goed zien. Dus die vond ik ook wel leuk. En ook wel makkelijk altijd even zo'n trui erbij. Het volgende item is echt voor de zomer meer. Ja, het kan ook winters met een panty eronder. Dat is deze short. Maar hij lijkt ook een beetje een rokje. Deze is van Colorful Rebel. En ik vind pantenprintjes altijd leuk. Ja, die heb ik natuurlijk ook aan. Dus, en dit vind ik wel zomers vrij luchtig. Dus dat is wel, ik vind dat al wel lekker zitten. En hij is ook high waist. Dan echt een item waar ik echt helemaal... wild van ben. Ik vind hem echt heel erg gaaf. Dat is dit jasje. Dat is van Goosecraft. Dat is van zwart suède. En die heeft deze fringes helemaal aan de mouwen en aan de rug. Dus die gaat lekker heen en weer als je hem draagt. Dus die vind ik echt super stoer, super gaaf. Hier ben ik denk ik echt het allerblijst mee van alle nieuwe dingetjes. Het volgende item is weer wat simpeler. Dat is deze gewone skinny broek van Friends Connection. En die heeft dan wel een omslag al aan de onderkant. En ja, dit is gewoon basic. Basics zijn altijd makkelijk. Dan een heel leuk setje. Hij is wat gekreukter uitgekomen, dus hij moet echt nog gestreken worden. Dat is dit setje. Dit is de pantalon. En dan zit er deze top bij. En ook een heel leuk stofje vind ik het. Wel heel erg luchtig. En ik vind het apart heel leuk. Maar ik vind het ook bij elkaar heel erg leuk staan. Dan heb je eigenlijk echt wel een pak. Een beetje jumpsuit-achtig idee. Maar dan toch los. Dus deze vind ik echt super. Alleen deze moet ik echt wel heel goed gaan strijken. Want het ziet er zo niet uit. Ik heb ook nog een jurkje gekocht. Dat is dit jurkje van Selected Femme. Ik vond dit gewoon een heel mooi kleurtje. En een leuk stofje. Hij heeft ook kleine steekzakjes erin. Ja, dit is gewoon een vrij basic jurkje. Hij is gewoon recht. Zomers is dit gewoon makkelijk. Als het dan net iets fris is, hij heeft toch wel een mouwtje. En die is een beetje tot halverwege de arm. Dan nog een broek. Die is van CVRD. Dat is deze zwarte broek. Die heeft ook een randje, net als de eerste broek die ik liet zien. Maar dan rood. Ook een pantalon. Ik vond dit stofje ook heel erg mooi. Dus dat, ik vind dat geeft toch net wat anders. Want gewoon zwart, dat heb ik al best wel veel. Dus ja, dit is ook wel een item waar ik blij mee ben. Dan nog een leuke top. Deze is van Karen Millen. Deze is asymmetrisch aan de bovenkant. Hier is die, loopt de top door en hier zit dan een band. En aan de zijkant is die ook gesmokt. En deze is wel leuk op een broekje, maar ook met een hele high waist erin vind ik hem ook wel heel erg mooi. En ook weer een heel, heel fijn stofje. Ik hou altijd wel heel erg van dit soort stofjes.
Dan nog één kledingstuk. Dat is deze top. Die is van Maje. Ik vond deze bovenkant gewoon heel erg mooi. Hij is wat wijder. Dus ik zou hem eigenlijk zelf alleen maar echt denk ik met een high waist dragen. Of met een heel strak shirtje. En dit loopt van achter ook zo door. Dus ik vond dit ook wel een hele mooie top. En dus ook weer zo'n stofje. En dan het laatste item van deze shoplog. Dat zijn deze zwarte pumps. Deze zijn van June. Als jullie mijn schoenenstash hebben gezien, weten jullie dat dat echt mijn allerfavorietste schoenenmerkje is. Deze zijn hier wat gebogen gesneden. Daardoor vind ik ze heel erg leuk aan de voet zitten. En verder is die eigenlijk gewoon basic. En ik vind altijd met zwarte pumps. Elke pump is dan toch weer anders. En al heb je er heel veel staan, dan is het soms toch net niet de schoen die je zoekt. Bij een bepaalde outfit. Dus ik vind dat je daar nooit genoeg van kan hebben. Dus deze heb ik er dan bij. Ik vind de hak ook heel erg mooi. Dit was mijn shoplog. Leuk dat je gekeken hebt. Geef ook even een duimpje natuurlijk omhoog. En als je nog niet geabonneerd bent, doe dat dan hieronder of hierna in beeld. En dan zie ik jullie binnenkort weer. Doei!